Hi, Guido Fox hier zo. Welkom bij een nieuwe korte aflevering. En vandaag wil ik het hebben over opvoeden van kinderen. Jawel, ook binnen life coaching is het belangrijk om aandacht te besteden. Hoe voed je kinderen op? Of hoe ga je als lerares om met de kinderen in de klas? Of als voetbaltrainer, hoe ga je om met kinderen die aan het voetballen zijn? Dus opvoeden, hoe ga je om met als je opa en oma bent en je hebt een moeder en je moeder, je dochter en het gaat daar niet goed mee, hoe ga je daar om? Hè? Dus opvoeden en opgevoed worden, dat is een belangrijk thema om het over te hebben, waarin ik in deze aflevering het wil hebben over het opvoeden van kinderen door ouders. Ik lees er veel over in de spirituele literatuur, dus ik dacht ik maak er maar een video over, want ik denk dat het zeker niet onbelangrijk is in het leven om daar wat van af te weten, als toekomstige vader misschien, maar ook om moeders of vaders te coachen in de omgang met hun kinderen. Want ja, kinderen kunnen knap lastig zijn, kunnen vervelend zijn, kunnen aandacht trekken, kunnen grenzen opzoeken. En het is gewoon belangrijk om daar iets van af te weten, om niet te veel stresssituaties te creëren. En dat je kinderen de mogelijkheden krijgen in het leven die ze verdienen. En dat het goed met ze gaat. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is binnen de life coach sfeer om het daar eens over te hebben. Allereerst is het belangrijk om even vanuit een hoger perspectief te kijken wat nou precies een kind is. En als je de spirituele literatuur erop naslaat en alle hoge wijze leraren bestudeert, dan kom je erachter dat zij geloven in reïncarnatie. Je kan het er niet mee eens zijn of wel mee eens zijn, maar het belangrijkste is denk ik om even mee te gaan in dit paradigma, in het denkbeeld. Oké, er is reïncarnatie, dus dat betekent dat zielen terugkeren in nieuwe lichamen. Wat betekent dat nou voor een kind? Dat betekent voor een kind dat het een ziel is. Je kind is een ziel, heeft een ziel, of hoe je het ook noemt, bezit een ziel. Je kind is een ziel en dat kan een jonge ziel zijn, dat kan een oude ziel zijn, dat kan een middellange oude ziel zijn. Maar jouw kind is al gereïncarneerd geweest, die heeft al een ander leven gehad. Die ziel heeft zich daar ontwikkeld en die komt terug in een nieuw lichaam. Daarmee schep je eigenlijk een scheiding tussen de biologie en de spiritualiteit. Wij hebben namelijk, en deze even kritisch, hè, als je naar ouders kijkt, wij denken altijd dat het kind dat wij hebben van jou is, van de ouders is. Het is mijn kind. Ik hoor dat zo vaak als ik langs een schoolplein loop of als ik bij gezinnen kom of als ik op straat loop, is mijn kind. Ja, daar begint het al, hè? Het claimen, het controleren, het bezitten. Dat uitgangspunt komt te vaak terug in de verhouding tussen moeder, zoon, moeder, dochter, vader, zoon, vader, dochter. Natuurlijk is er een biologische verband, is er een biologische connectie. We hebben met elkaar gevreden als ouders en daar is een kind uit voortgekomen. Maar spiritueel bezien is het een ziel die komt ergens vandaan, van het heelal, van het vorige leven, die heeft daar gerust en die komt terug in een kind, in een menselijk lichaam en die komt in jullie gezin om zich te kunnen ontwikkelen, om zich verder te kunnen ontplooien. En die ziel heeft vrijheid nodig. Die ziel heeft ontwikkelingspotentieel nodig. Dus op het moment dat jij je kind gaat claimen, overmatig gaat controleren, zien als iets van jou,
Daar moet je heel erg mee oppassen als ouder. Niet alleen maar voor het deontwikkelingsproces voor het kind zelf, maar ook dat jij als ouder too much attached bent aan je kind. Je bent te veel attached, te veel verstrengeld, te veel verstrengeld in een emotionele binding met je kind, dat dat verstikkend werkt en dat het een soort van verslaving wordt, een emotionele verslaving. En ik zeg niet, je mag je kind niet aanraken, je mag er niet voor zorgen, je mag het geen liefde geven, maar ik heb het hier over een emotionele claim die je legt van het kind is van mij, het is mijn kind en anderen moeten daarvan afblijven. Leraressen mogen niks van mijn kind vinden, want het is mijn kind. En dat is een egocentrische, destructieve mentaliteit als je kijkt naar de opvoeding van kinderen. Dus die ziel die is daar, die mag zich ontplooien binnen jullie gezinsverband. Maar het is heel belangrijk om ook tegelijkertijd ook die afstand te bewaren van biologisch zijn wij verbonden, maar spiritueel heeft het een eigen geaardheid. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is in de life coaching, om dat onderscheid echt goed te maken tussen spiritueel en biologisch. En dat het een ziel is wat zich hier zelfstandig en onafhankelijk mag ontwikkelen. En dat op een gegeven moment die emotionele band, die claim op dat kind, dat daar je heel erg moet uitkijken in die opvoeding. Wat je daarmee doet. Dat is het eerste punt, denk ik, in de opvoeding om goed te beseffen. Hè? Dus dat die ziel zelfstandig is en dat die hier op aarde is om eigenlijk verlicht te raken. Elke ziel wil verlicht raken en daarom is die kinderziel hier op aarde gekomen. Dat is de diepste vorm van spiritualiteit, is een diepste vorm van ontwikkeling, maar dat terzijde. Kinderen zijn kinderen. Probeer niet van kinderen volwassenen te maken. Kinderen zijn prachtig. Waarom zijn ze prachtig? Ze zijn zo onschuldig. Ze zijn nog heel erg vers. Ze zijn heel creatief. Kinderen zijn spontaan. Ze zijn heel nieuwsgierig. En zitten nog vol in dat creatieve brein. En wij willen als ouders en als maatschappij, willen wij ze gaan vormen. En in mijn inziens gebeurt dat te veel. We leggen te veel een claim op kinderen, een te veel een druk ook om te presteren in deze maatschappij. Van ja, ik ben dokter, dus mijn zoon moet ook dokter worden. Of ja, ik heb heel veel geld verdiend, mijn zoon moet ook geld verdienen. Er is een maatschappijverwachting en een ouderverwachting. Hè? Die twee verwachtingen gaan meestal samen, hè. Je komt naar school, je komt in een systeem van competitie, je vriendinnetje heeft een hoger cijfer gehaald dan jij, dus je komt al in een competitieverband terecht, je komt in een verwachtingspatroon terecht. Dus een ouderverwachting en een maatschappijverwachting, die is heel groot. En daar gaan kinderen op een gegeven moment last van krijgen. Die gaan schuren, die gaan vechten voor vrijheid. En dan komt de puberteit. Dus die puberteit die wordt waanzinnig een challenge voor ouders. Omdat dat kind dat vecht voor vrijheid. Dat wil loskomen van alle maatschappelijke en ouderconditioneringen die maar opgelegd worden. Dat betekent niet dat je moet corrigeren als je kind een keer vervelend is. Of over de scheef gaat. Echter, daar heb ik niet over. Maar ik heb het over dat je je kind niet telkens van jongs af aan met dat vingertje moet wijzen. Van je, bijvoorbeeld, je dochter loopt op het gras en het gras is nat. Een ouder zegt van niet doen, want het gras is nat. Ik zeg, laat dat kind op dat natte gras lopen en laat dat kind de fout maken. Oh, het gras is nat, ik ga maar even terug. Dat kind wil ontdekken.
Dat kind wil vooruit, dat wil leren, dat is creatief, dat is spontaan. Oh, ik loop even over dat natte gras heen. Wauw, en die schept zijn eigen karma. Dus dat kind schept zijn eigen karma. Die denkt van, ik ga niet op dat gras lopen, want dat gras is nat. Ik ga wel weer terug op het, op de stenen vloer in de huiskamer. Dus laat dat kind ontdekken. Laat dat kind zich ontwikkelen. Laat dat kind ook fouten maken. En zit er niet telkens als ouder bovenop. Probeer je kind ook los te laten. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen met die ziel hè, die hier komt. Maar ook met dat loslaten en het vrijheid en die drang om grenzen op te zoeken als kind. Om ook als ouder durft los te laten. Zit er niet telkens bovenop. Corrigeer niet telkens. Telkens dat corrigeren zorgt ervoor dat het kind op een gegeven moment gaat schrikken. En denkt van, hé man, ik word telkens gecorrigeerd. Dat wil ik helemaal niet. En dan komt er een vrijheidsexplosie in de puberteit. Dus laat dat kind vrij. Laat dat kind fouten maken. En zit er niet telkens constant bovenop. En kinderen zijn nieuwsgierig. Ik was ergens en een kind ging in mijn tas kijken. En die grabbelde erin. Die was, kijk, wat heeft Guido bij zich? Wat voor tas heeft hij? Wat zit erin? En toen zei een moeder van niet doen, dat is onbeleefd. Terwijl ik zoiets dacht van ja, laat dat kind maar in mijn tas graaien, laat het kind maar ontdekken wat erin zit. Dus dat zijn kinderen. Die willen ontdekken, die zijn nieuwsgierig. Kinderen kijken je ook vaak niet aan. Dat heeft een reden, ze kijken naar links en naar rechts. Ze kijken je niet rechtstreeks aan. Waarom kijken kinderen niet rechtstreeks aan? Dat komt omdat ze in hun creatieve brein zitten. Ze zitten te denken aan hun verleden en hun toekomst en wat is er gebeurd? Dus daarom kijken kinderen niet aan. Daardoor kunnen ze onbeleefd overkomen als je als ouder er naar kijkt. Dus loslaten, kinderen fouten durven laten maken. Kinderen zitten in dat creatieve brein. Laat kinderen kinderen zijn. En dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel in die opvoeding. Ander onderdeel is voor wat hoort wat. Het wordt een wat langere uitzending, maar als je bijvoorbeeld een kind, als jij een kind vraagt van ja, ik wil graag met je lezen of ik wil graag doen, dan zeg je als ouder van ja, dat kunnen we wel doen, maar we moeten eerst even samen de afwas doen. Of we moeten eerst even samen het huis schoonmaken. Dan krijg je een soort waardeverhogend aspect van de sociale interactie tussen jou en jouw kind. Moet ik even uitleggen. Jouw waarde als ouder wordt verhoogd. Jij bent van waarde voor haar en zij is van waarde voor jou. Kom, we gaan samen even het huis schoonmaken. Jij doet even stofzuigen. Doen we lekker samen. En dan gaan we daarna gaan we met z'n tweeën naar de kinderboerderij. Dan krijg je ook respect. Want jij behoudt je waarde. Jij krijgt waarde. Zij geeft value. En jij geeft value aan je kind. Dus dat is een win-win situatie. Dus zorg in die opvoeding ook voor win-win situaties. Value uplifting. En daarnaast dit loslaten, hè, de ziel en een kind laten zijn. Ander thema is seksualiteit. Probeer als ouders dat niet te verbloemen. Ik zeg, ga niet vrijen als je kind bij je bed staat of zo. Maar ik zeg, zoen elkaar. Raak elkaar aan als ouders. Doe daar niet zo sarcastisch over. Onderdruk dat niet in het bijzijn van je kinderen. Want kinderen leren. Kinderen zien. Die vinden het prachtig als jullie elkaar omhelzen. Als ouders. Die vinden het prachtig als jullie zoenen. Als jullie aan elkaar zitten. Kinderen vinden dat geweldig om te zien en zo hoort het ook te zijn. Voor je seksuele opvoeding, naar je intieme opvoeding naar je kind, is die seksuele voorbeeld, dat intieme voorbeeld, is cruciaal. Je kan lesgeven uit boeken, hoe mensen met elkaar vrijen of omgaan, maar
aanrakingen. Belangrijk om dat ook gewoon spontaan te laten gebeuren. Niet van, oh, er zijn kinderen bij, er moet niet nu, er zijn kinderen bij, dus we zijn niet intiem. Dat is een hele foute houding in de opvoeding. Dat is een houding waarbij je je kind niet intiem en seksueel zich kan laten ontplooien. Want lead by example is nog steeds de beste wijze om op te voeden. Lead by example, leiding geven bij voorbeeld. Dus die seksualiteit is ook heel belangrijk. Als je spiritueel gaat groeien, en daar komt de link, dan word jij weer kind. Dan word je weer onschuldig. Dan word jij weer, ga jij terug naar het kind. Dus verlichte wezens, of als jij spiritueel groeit en één wordt en lijnen vindt in jouw lichaam, dan word je weer spontaan, kinds, creatief. Dus hoe verlichter je raakt, hoe meer je weer naar het kind terugkeert. Dus daarom weet ik ook, of voel ik ook, hoe kinderen denken en waar ze behoefte aan hebben. Dus het gevoelsleven is enorm. En daardoor weet ik ook wat een kind behoefte aan heeft en waar niet. En de grootste crux is verveling bij kinderen. Daar moeten ze doorheen. Als kinderen door verveling kunnen komen, dan worden ze weer. Kunnen ze spiritueel groeien. Dus verveling is een challenge voor kinderen. Belangrijk om ook dat een kind alleen kan zijn. En meestal als kinderen vervelend worden, is het of A, vermoeidheid, of het is dat kinderen geen aandacht krijgen. En dan gaan ze negatieve aandacht trekken. Dus als een kind herrie gaat schoppen, drama gaat schoppen, ga erbij zitten. Omhelst dat kind, geef dat kind aandacht en je zult merken dat het kind weer rustig wordt. En dan zeg je van, joh, ik heb nu even geen tijd, ik moet even de afwas doen, ik moet nog eens wat studeren, ik moet werken, whatever. Maar over 3 uurtjes, hè, kom ik weer terug en ga ik je weer omhelzen. Dus geef dat kind ook een toekomstperspectief, een toekomstwijs van, hey. Toekomst knuffel ik je dan. Of zeg, in de toekomst komt het goed. Dan heeft zij ook iets om naar uit te leven. En weet zij ook van, hey, in de toekomst komen mijn ouders weer terug om mij te knuffelen. Dus dat is ook belangrijk om een kind dat toekomstperspectief te bieden op het moment dat je zegt van, ja, we hebben genoeg geknuffeld, klaar. En dan zet je hem door naar voren. Dus meestal is negatieve aandacht trekken is ook aandacht trekken en wil dat kind gewoon eigenlijk niets anders hebben dan aandacht van jou als ouders. Dus als ze vervelend worden, is het 9 van de 10 keer dat ze aandacht nodig hebben en 1 keer van de 10 keer is dat ze gewoon moe zijn en vermoeid zijn en lekker naar bed moeten. Ja, dit is het item over opvoeding van kinderen. Ik denk een heel interessant thema. En ook als je kijkt naar de spiritualiteit, is daar genoeg over te zeggen. En ik denk dat hier zeker nog wel een vervolgvideo over komt. En ik hoop dat ik alle ouders een beetje heb kunnen helpen. Maar dit zijn denk ik de essentiële thema's in de opvoeding van kinderen. Dat we bewust zijn van deze gedragspsychologische dynamische effecten. En dat we daardoor de kinderen de ruimte kunnen geven die ze verdienen. En dat hun zielenleven tot mooie, vruchtbare ontwikkeling kan komen. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende video.